Tom Egbers besloot vrijdagavond, volgens Patty Bart tegen het advies van zijn advocaat in, op het allerlaatste moment om een tv-optreden te doen bij Khalid Sophie. Ik was ook te gast daar en ik weet gewoon dat pas om 1:05 aan ons werd gemeld dat Tom Egbers zou komen, vertelt de televisiediva in Shownieuws. Door de komst van Tom werd de hele uitzending omgegooid. Daardoor was de muziek afgezegd en zaten Erik Corton en ik eigenlijk voor spek en bonen aan tafel als duo van dienst. We werden meteen naar rij 1 verzet omdat Tom alleen maar 1-op-1 met Khalid wilde praten. Jammer, vindt Patty. Hij wilde natuurlijk helemaal niet door types zoals ik onderbroken worden. Ik had als vrouw dan ook wel wat andere dingen willen vragen. Patty kwam wel een aantal keer in beeld, terwijl ze heel bedenkelijk keek. Het maakte Frank Deen nieuwsgierig, vertelt hij in RTL Boulevard. Ik vond het jammer dat Patty niet aan tafel zat. Die zag je ook vanaf de tribune in het donker en die wilde bijna aan die tafel springen. Wat dacht Patty toen ze daar zat? Ze legt uit, de balans was een beetje weg, want uiteindelijk gaat het om pestgedrag en de rol van zijn vrouw bij Morris, terwijl 3/4 van het gesprek ging over het vreemdgaan waar wij geen zak mee te maken hebben. Het lijkt erop dat er weinig voorbereiding vooraf is gegaan aan het interview, zegt Patty. Anders waren wij niet eens geboekt, denk ik, voor die dag, en had hij er gewoon een avondvullend programma van gemaakt. Hoe gedroeg Tom zich achter de schermen? Hij stond er echt een beetje, lost, bij. In een keer keek ik om en was hij weg. Hij kwam erin geschoven na het eerste gesprek en toen was hij weer weg.